in de middag. Ja, zo is het ook. We zijn er al bijna. Marianne van Reden zat hier en zit hier nog steeds natuurlijk. Maar dat is natuurlijk onzeker vak, hè, het acteervak. Dat is heel jammer. Hoe komt dat? Omdat er zo ontzettend veel mensen heel goed zijn en dat die spoeling daardoor voor jou dun wordt? Of? Waar ik nu mee te maken heb, is gewoon simpel leeftijdsdiscriminatie. Echt? Wat een onzin. Ja, nee, maar echt, dan ben je te jong, erg. Dan ben je te oud. Slaat het nergens op. Nou ja, ik zit in een leeftijdsgroep waarvan ik al wist op de toneelschool dat ik hierin zou belanden. Ik heb nog redelijk lang weten weg te houden, maar nu is hij er. De moeilijke vrouwenleeftijd. En die gaat vanaf een jaar of 40, 45 tot een jaar of 55. En daarna kan het weer? Dan mag je weer. Dan krijg je dan de karakterrollen. En tenminste in de televisiewereld, hè. En daarvoor mag je het lekkere wijf zijn. En dus daar zit niks tussen. Terwijl er zijn natuurlijk veel verhalen te vertellen over 40ers en 50ers. Ja. Maar voor vrouwen is dat geen optie. Jouw verhalen gaan wij morgen allemaal vertellen, want we zijn alweer aan het einde van de show. Is het nou al afgelopen? Ja, wat gaat dat snel als je met Marianne praat? Enorm snel. Heel erg snel. Maar goed, de vaste luisteraar weet, na een negatief dingetje komt er altijd een up-dingetje. Morgen. Hallo. Morgen. Oh, dat is nog maar één nachtje slapen. Is keurig in de middag er weer. Dat is toch hartstikke leuk? Is toch ook hartstikke leuk? Hartstikke leuk. Ja, want jij blijft slapen? Jazeker. Ja, wil je boven of beneden? Nou, ik heb gehoord dat jij een beetje last hebt van urineverlies. Ja. Dus, dus je gaat boven? Zeker weten boven. Goed zo, morgen hier ook weer op het apparaat. Leuk dat je er was trouwens. Zeer bedankt. Ja, heel erg leuk. Groot applaus, Marianne van Reden was hier. Ja. Keur in de middag. De spreuk van vandaag. Dankjewel, blijf nog even zitten. Oh, ja, de spreuk van vandaag. Ja, dat weten we nou wel. De spreuk. Oude mensen zeggen op trouwerijen vaak tegen me: je bent de volgende. Ik zeg dat tegenwoordig ook tegen hen. Op begrafenis. Hou eens op, kind. Dat is al waar ook. Heb je die weer zelf verzonnen? Ja. Nou, je bent er ook wel. Daar ben je wel echt fantastisch in, hoor. De spreuk van vandaag. Pam, pam, pam. Einde van de show. En Marianne, dus tot morgen. Tot morgen. Fijn. En slaap lekker. Dankjewel. Ik snurk een beetje. Mijn excuses op voorhand. Ja, die heb ik. Even snel schakelen, Marianne, met de directie. Die zit te luisteren. En dit is de reactie op deze show. Dat was toch weer een leuke show op NH Radio. Dank u. Van kleine traan tot grote lachkeur in de middag. Gezellig. Het was gezellig. Hoofdzakelijk omdat Marianne hier was. Ja. Tot morgen. Leo en Nico zijn zo. Leo en Nico zitten zometeen hier op de zender. Thomas Eggens. Tot morgen. Tot morgen. En Eline Maas ook tot morgen. Tot morgen. Dank voor de participatie. Een fijne avond en dus tot morgen. Tot de volgende.